Kijk, het is zo gegaan. Wij zijn niet zulke zonaanbidders. En wilden met z'n drieën nu eens niet naar die geëikte vakantiehoorde. We keken elkaar aan en riepen bijna tegelijk, Nederland. We vliegen erheen en zoeken een streek waar nog rust en schoonheid te vinden is. In het noorden van Nederland, Friesland. Het leek een gok, want we wisten niets van Friesland. Het werd een onvergetelijk avontuur. Eerst kwam die enerverende aankomst op zo'n moderne luchthaven. We huurden een auto en gingen op weg. Eerst naar Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Die moesten we natuurlijk zien. Want in heel Europa bestaat maar één stad met zoveel steden schoon. Maar we zouden naar het noorden, naar Friesland. Over de beroemde Afsluitdijk, die in 1932 de grillige Zuiderzee bedwong en tot een groot meer maakte. Het IJsselmeer. En wie zagen we daar als lifter op een veewagen? Kijk, riepen we, dat is die jongen uit het vliegtuig. En na nauwelijks anderhalf uur rijden van Amsterdam waren we al in het landelijke Friesland. Nou ja, landelijk. De eerste de beste stad, Leeuwarden, kan wedijveren met elke moderne stad ter wereld. Gelukkig zijn er ook nog genoeg oude dingen over waar we zo van houden. En vooral, het is er zo gezellig. Tot onze verrassing belanden we in een handjeklap veehandel, in een onafzienbare hal vol koeien, telgen van het beroemde Friese stamboekvee. Zelfs runderen in Friesland hebben een paspoort. Wij kregen er ook een, bij de Friese VVV. Want daar moet je wezen om je te laten voorlichten over waar nu toch die mooie stille plekjes zijn waar we voor gekomen waren. En dat weten ze daar precies. We hoorden tot onze vreugde dat Friesland zeker zo afwisselend is als we hadden gedacht. En dat was toch wat we zochten. Dit is het landschap met de beroemde terpen. Kunstmatige heuvels bestemd om erop te wonen. Hoog en droog als de zee over het land spoelde. Dit is toch een land om op slag verliefd op te worden. Dat werden we eigenlijk al bij de Friese VVV. De informatrice vertelde ons over de Friese meren, die een enorme trekpleister zijn voor watersporters en natuurliefhebbers. Er is 10.000 hectare water, 30 grote en kleine meren en dan nog de vaarten en kanalen. Maar we konden ook naar de Friese wouden. In de Southeast? Ja. Uitgestrekte bossen. Gestoffeerd met statige landhuizen. En er zijn ook heidevelden en gezellige campings. Dat doolhof is meer iets voor kinderen. En die speeltuin helemaal. Ook voor kinderen is Friesland een lustoord. De informatrice vertelde ons ook over de oude Friese steden,
en nam als voorbeeld Bolsward met het verrukkelijke raadhuis. En de Martinikerk. We waanden ons al in het indrukwekkende interieur met die fraaie barokke preekstoel. We moesten beloven naar Franeker te gaan en ook daar het stadhuis te bekijken, vooral van binnen. Er is daar ook een hele gezellige winkelstraat met een interessante muntenverzameling in het Kamminga-huis. Die haven is weer ergens anders, zei de VVV. In Harlingen, Frieslands enige zeehaven. En dan, zei ze schertsend, zouden we ook naar een van de overzeese gebiedsdelen kunnen gaan. Overzeese gebiedsdelen, vroeg ik verbaasd. Ja, zei ze, de Waddeneilanden. Die kun je bereiken met de boot of lopend. Lopend? Door de modder? Dat leek me niets voor mij. Een heel ander gebied is hier, zei de VVV-informatrice. Gaasterland, met het merkwaardige kliffenlandschap dat al tijden dagjes mensen trekt. Sloten, de kleinste stad van Friesland, is een gaaf vestingstadje met één gracht. Het heeft door ouderdom en stedenschoon een bijzondere charme. Dat mag u niet missen, zei ze. Het is er zo mooi dat het je dwingt tot fotograferen. We vertrokken overladen met informatie. Dat verschil in waterpeil, hoe ze dat hier al eeuwen regelen, is ons een raadsel gebleven. Voor die oude Friezen daar is het natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld. Vroeger waren veel huizen in Hinderlopen van binnen zo beschilderd. Ook alle meubels. Ze worden er nog altijd gemaakt. Oude ambachten heeft Friesland nog genoeg. Kijk eens wat een rijkdom aan stoeltjes en staartklokken. Friezer kan het niet. Alleen een beetje groot om mee naar huis te nemen. Mijn vrouw en Mary waren smoorverliefd op het Makkemer aardewerk dat ze hier al honderden jaren maken. En zo'n schaal is nog te sjouwen. Stom toeval? Ik weet het niet. Die jongen uit het vliegtuig bleek alweer dezelfde route te hebben genomen. Alleen op een boerenwagen. Eigenlijk veel romantischer dan onze auto. Toen geluk bij een ongeluk en een blij weerzien. We zaten in de modder vast en die vlierenfluiter regelde het meteen. Het paard werd uitgespannen en trok ons moeiteloos uit de berm. En samen gingen we verder, op zoek naar een hotel. Er was keus te over en de accommodatie was uitstekend. We moesten eerst erg lachen om dat beddengoed in de vensterbank in het zonnetje. Tot Mary zei, dat is nou Friese properheid. We vonden het uitstekend dat Mary samen met Pieter tochten zou maken. Want die twee, dat zagen we meteen, lagen elkaar wel. En ze hadden intussen zeker iets gemeen. Friesland. Die
avond zal ik nooit vergeten. Dat diner, die sfeer. Mary en Pieter vermaakten zich op hun manier. Wij zeiden, we hebben heerlijk gedineerd. Zij zeiden, we hebben zalig gedanst. En zo was iedereen tevreden. Al deze echte Friese beelden zitten in ons geheugen gegrift. Zullen we hier ooit terugkomen? Mary en Pieter wisten niet van ophouden. 'S Morgens voor dag en dauw uit de veren. Friesland, zei Mary, dat is eigenlijk een ander woord voor geluk. Dat sportieve gedoe op de Friese meren, met boten, zeilen, water en wind, daar konden ze niet genoeg van krijgen. Nou ja, dat spreekt toch vanzelf. Het passeren van een brug kost meestal iets. Het geld doe je in een klompje aan een hengel. Ik deed pogingen om te golven, terwijl Mary en Pieter later vertelden dat ze met een lange stok over een sloot moesten springen, wat meestal ook niet lukte. Het echte Vierljeppen hebben we ook nog gezien, zei Pieter. Maar dat ging over een veel breder water. Oh, zei ik, nat zeker. Ja, zei Pieter, maar we waren gauw weer droog. En toen hebben we een echte Friese berenburg genomen om op verhaal te komen. Altijd zijn er koeien geweest. En altijd melkende boeren. En altijd eindeloze rijen kazen. Gulle, gele gezondheid. Waar ter wereld zijn zulke vredige landschappen en al die prachtig bewaard gebleven boerderijen met die typische uilenborden? En waar zo'n schilderachtige klokkenstoel als hier? Pieter nodigde Mary uit om samen romantisch te gaan dineren. Mary zei niet veel. Ze droomde weg en dacht aan dat leuke winkeltje in Exmora. Helemaal in de sfeer van vroeger teruggebracht. Zoiets had ze nog nooit gezien. Ze dacht aan al die verschillende molens en aan die ene die ze van binnen had mogen bekijken. Leuk was dat. Eigenlijk is Friesland toch niet alleen een land van meren en koeien, van molens en stille plekjes. Het is ook een land van moderne industrieën. Het heeft dan ook moderne verbindingen te land en te water. Ja, zei Pieter, herinnert u zich nog die keer dat we onder een kanaal doorreden? En er een schip vlak boven ons voer. Ik snap niet hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. Drachten, dat had de informatrice van de Friese VVV ons al verteld, is de tweede plaats van Friesland. Wat ons direct opviel, waren die alleraardigste winkelstraten, zonder verkeer. En dan, ze hebben in Drachten zowaar kunst op straat, bronzen beelden die wel tegen een stootje kunnen.
Maar toch, Mary was eigenlijk een schone slaapster. Was dat nou werkelijkheid of droomde ze? Al die lieve kinderen in 19e-eeuwse kleren kregen les in de rijke Friese geschiedenis. Over de Friese stadhouders. Over het Leeuwarder meisje Matahari. En ze hoorde tot haar verbazing dat Rembrandt in Friesland is getrouwd met Saskia van Uilenburg. Waarom heet ik niet Saskia, dacht ze. Friezen zijn zuinig op hun schatten. Geen wonder dat er zoveel musea zijn. Er zijn zoveel verschillende. Je kijkt je ogen uit. En dan bijvoorbeeld het planetarium, dat in de 18e eeuw door een wolkammer werd gebouwd. Wat een prachtige modellen. Als je het geluid van wind en water bijfantaseert, zou je denken dat ze echt waren. Ze staan mooi stil en je kunt ze zo goed bekijken. Maar ik zie ze toch liever vliegen. Het Prinsessenhof in Leeuwarden hebben we natuurlijk niet overgeslagen. Nog nooit hadden we zo'n rijkdom aan tegels bij elkaar gezien. Zouden van zulke molens nu nog echte exemplaren over zijn? Ja hoor, in Dokkum, twee zelfs. Mary zei, die kleine stadjes en dorpjes vind ik toch het leukste. En bijvoorbeeld Verwerd is allerliefst. Alles is hier zo mooi gerestaureerd. Maar Pieter werd ongeduldig. Al dat gedwaal, dat was niks voor hem. Ik wil actie, zei hij. Ga dan naar een van die Waddeneilanden, suggereerde ik. Ameland bijvoorbeeld. Ik had het nog niet gezegd, of weg waren ze. Ik had nog willen zeggen, van alles kun je daar zien. Zelfs het uitrukken van de reddingboot, getrokken door paarden. Ook dat is Friesland. Vanaf de vuurtoren zagen ze Ameland voor het laatst. Het was duidelijk dat Mary weinig aandacht had voor het kinderkoor. Voortdurend zat ze om te kijken. En ik begreep wel waarom. Hij veroorzaakte wel enig opzien toen hij zo ineens binnenstapte. Pas veel later, in het vliegtuig, vertelde Mary me dat ze nog nooit zo'n fijne vakantie had gehad. Dat was nou precies wat we zochten, zei ik. Ja, zuchtte Mary. En nou is alles weer voorbij. Maar er is voor mij één ding zeker. En ze keek me ernstig aan. Ik wil absoluut terug naar Friesland. Met Pieter. Mijn vrouw en ik hebben blij ja geknikt. Want we wisten het allebei. Pieter en Friesland waren voor Mary liefde op het eerste gezicht. Het werd een happy flight naar huis voor ons alle drie.
We hadden Friesland in ons hart gesloten. Friesland was nu echt van ons geworden. We zagen Nederland onder ons verdwijnen. We zeiden niet veel, maar we dachten hetzelfde. Tot ziens, Friesland.